Zo rond einde jaar wordt er meestal een 4x4 verkiezing van het jaar georganiseerd. En met alle respect voor die organisatie, wij vinden dat ze te veel in subcategorieën wordt opgedeeld. Voor ons bestaat er namelijk maar één 4x4. En dat is een kruising tussen een camion en een auto. Maar dan wel een auto waarachter je een tweevoogsploeg kan monteren om zo het veld om te ploegen. Of toch minstens om op één rechte lijn tegen een berg op te rijden. Maar 4x4 zijn niet meer populair. Mitsubishi bijvoorbeeld importeert zelfs zijn Pajero niet meer in Europa. Want het publiek kiest liever voor een suffe SUV. Een auto die eruit ziet als een 4x4, pretendeert dat hij alles kan, maar het helaas meestal niet kan. Blijkbaar volstaat een hogere zitpositie voor de gemiddelde autokoper. En bij een 4x4 heb je meteen een veel hogere zitpositie. En dat is ook een nadeel bij het instappen, want dat gaat niet zo makkelijk. Nu heeft een echte 4x4 wel meer nadelen. Zijn gewicht, zijn afmetingen, lastig te parkeren in de stad. Hij kan niet mee met het jachtige verkeer. En dan is er ook nog een deels onterecht slecht imago voor het milieu. Dat mag evenwel de pret niet drukken en we beginnen onze top 5 met die bemerking dat we de Jeep Wrangler niet geclasseerd hebben, wegens geen meter meegereden, met een 4x4 die al die nadelen niet heeft, namelijk de sympathiekste uit het lot, de Suzuki Jimny. Je zou in de Jimny een nazaat van de Willys Overland kunnen vermoeden. Edoch, Suzuki zocht en vond vooral inspiratie bij zichzelf. Die was na 20 jaar niet op, integendeel. Terug naar vroeger positioneert deze Jimny duidelijk als een 4x4. Getuige daarvan opnieuw een pook voor de reductiebak. Wat goed was, werd behouden. Korte overhangen, een laag gewicht, hij is veruit de lichtste in zijn soort. Een kleine benzinemotor, 102 pk, sterk. Hij mag een flinke aanhanger trekken, komt met zijn veldvitesse overal door en is nu ook minder lawaaierig op de autoweg. Maar zeggen dat hij daarvoor gemaakt is? Nee. Maar mag je dat verwachten van een 4x4 die 17.000 euro kost? Op 4 staat de Jeep Renegade, ook een kleine, en die kan in zijn Trailhawk versie in ieder geval veel aan in berg en dal. De Renegade is in zijn Trailhawk-versie de duurste van alle Renegades, 34.000 euro. Maar dan heb je ook wat. Een flinke diesel, een 9-trapsautomaat en een rist voorgeprogrammeerde 4x4-functies. Te kiezen naar gelang de toestand van de bodem. De Renegade rijdt waar u nog niet van durft dromen en slaat zich in elk landschap uit de slag. Het is voor zijn buitenafmetingen ook nog eens een ruime auto met een flinke kofferruimte. Wie deze Renegade gebruikt voor zijn dagelijkse verplaatsingen, moet wel weten dat hij lawaaierig is bij autostradensnelheden, de ophanging redelijk stug is en het stuur navenant te onduidelijk. Een echte 4x4 dus. Op 3 staat deze Toyota Land Cruiser en authentieker worden ze niet meer gemaakt. En als je hem eenmaal hebt, wil je hem nooit meer kwijt. Sterker, je raakt hem nooit meer kwijt, want niet stuk te krijgen. De Land Cruiser heeft nu een 2.7 diesel 4-cilinders groot, 177 pk sterk. En dat is net voldoende om er een beetje de vaart in te krijgen. In het veld maakt het niets uit. Daar trekt hij zich middels een uitstekende vierwielaandrijving met reductie indien gewenst, altijd uit de slag, ondanks ruim 2 ton zwaar. Veldwerk, dat is zijn ding, getuige de grote veeruitslagen en het indirecte stuur. Op de gebaande weg komt hij pk's tekort, maar dat is niet erg, je gaat genieten van zijn loomheid. Eenmaal onder stoom haalt hij ruim meer dan de toegelaten snelheid en zie dan maar eens de rest naar rechts stuiven op de autoweg. Alleen daarom al wil je de Land Cruiser hebben en het kan vanaf 42.000 euro. Op 2 staat de Land Rover Discovery. Dat is een auto die steeds beter wordt op de weg, maar ook in het veld nooit uit zijn lood te slaan is. Land Rover heeft zijn Discovery in 2018 in een nieuwe koets gestoken en er zit zelfs een 2 liter diesel in, 204 pk sterk.
Maar een beetje liefhebber gaat voor de V6 van ruim 300 pk. Dat is fijn rijden op de grote wegen, stil en snel. Dit is ook nog eens, desgewenst, een zevenzitter. Maar de Discovery kan dus ook alles in het veld, berg en dal, welhaast op zijn dode gemak. Gewoon met de selectieknop het gewenste programma instellen en de Discovery gaat er zelfs in vrijloop doorheen. De Discovery combineert als geen ander weg en veld. Maar weet dat wegbanden niet zo geschikt zijn voor het ruwe, modderige werk. Andersom is ook waar. En 78.000 euro meebrengen. En opeens staat de Mercedes G-klasse en die G staat voor gelende. En dat woord verklaart meteen alles. Combineer de onverwoestbaarheid van de Land Cruiser met de terreincapaciteiten van de Jimny en je komt bij de gelende van Mercedes terecht. Topzwaar, 2,3 ton, de hoogste, de breedste, het meeste differentiële te sperren en een 4 liter motor van 222 pk. Aan deze G-klasse zitten alleen maar superlatieven en dan is het nog niet eens een AMG-versie. Maar deze 500 is ook de duurste, ruim 110.000 euro. Maar dan ben je net zo goed gewapend om naar een trouwfeest te gaan als om naar de oorlog te trekken. Geen berg te hoog, geen rivier te diep, geen autostrade te lang. De gelende verteert het allemaal. Met de glimlach. Je hoeft niet eens 4x4 te kunnen rijden. Hij doet het zelf. We staan hier bij de Indian Scout 1200 op een heel speciale locatie, zeker voor deze motorfiets. We zijn hier op de Speedway en Short Track baan van Lelystad. Nu, wat hebben die twee dingen met elkaar te zien? Nou, niet zo heel veel eigenlijk, behalve dat Indian voor volgend jaar een flat track model plant, de FTR 1200. Er wordt heel rijkhalsend naar uitgekeken en bij gevolg hebben ze nu al een zekere band met deze flattrack piste. En ja, wat kun je daarop gaan doen? Wel, iedere sterveling die een beetje met de motor wil rijden en die het graag wat beter wil doen, heeft er wel belang bij om hier eens langs te komen. Want dit is een heel unieke plaats. Het is een domein, Lelystad, Nederland, waar ook een motocrosspiste langs ligt. Een domein om te gaan oefenen op de weg. Kleine bochtjes, lesdomein, alles samen in één heel groot fantastisch motorsportgeheel. Nu, die flattrackpiste maakt daar een belangrijk deel van uit. Die is sinds vorig jaar in nieuwe handen, wordt ook veel beter voorbereid. En je krijgt de kans om met basismotoren kennis te maken met de edele sport van het flattrackrijden. Nu, waarom is die sport zo edel? Wel, eigenlijk omdat flattrackrijden heel veel motorbeheersing vraagt. De voorrem is niet aanwezig, dus je remt enkel achteraan en je stuurt de motor als het ware met je achterwiel. En daarvoor gebruiken ze hier in eerste instantie kleine offroads. En wie op een kennismakingdag komt, ja, die kan hier een beetje rondkijken, eens proeven. Daarnaast zijn er ook nog lesdagen, initiatiedagen, waar je voor het eerst echt gaat proeven van hoe het is om dwars door een bocht te gaan. En uiteindelijk kun je ook naar de trainingen hier komen. Het is een heel pakket waardoor je als motorrijder een klein beetje leert flattrekken, de smaak te pakken krijgt en misschien ook wel een beetje gaat dromen van die Indian FTR 1200 die ergens volgend jaar zal komen. We weten nog niet precies wanneer, maar we kijken er wel heel hard naar uit. Thank you.
The Seat Ateca was the first SUV of the brand Seat, and it was so successful that it takes up to more than a year from order to delivery. And now Seat creates the new performance brand called Cupra, and the first car they develop is called Cupra Ateca, and this is the car we're driving today. To be a real sporty SUV, the Cupra Ateca must feature the right engine. And with that car, you always will have on board the 4-cylinder 2-litre TSI engine, and that delivers 221 kilowatts or 300 horsepower. And more important, I think, it delivers up to 400 newton meters of maximum torque, and that between 2,000 and 5,200 revs. So that really gives you a car that accelerates even from lower revs very nicely. That is always combined with a 7-speed DSG, and that is enough to accelerate that little SUV rocket in only 5.2 seconds from 0 to 100 kilometers per hour. And top speed here is 247 kilometers per hour. Cupra, as a brand, says they want to be modern and they want to provide some luxury. And that is something that you can really see and feel while being in the Cupra Ateca, because the car comes with loads of equipment as standard. So for instance, we do have an instrument cluster, which is a full digital cockpit, and that provides you 10.25 inch in diameter, and that features different modes. So you can have a mode where you can see the sat-nav, and you can have a mode which is quite minimalized, so you can have only the most important things. And only with the Cupra Ateca, you can have a sport mode where the rev meter is in the center of the cockpit, so you can really focus on your revs while driving the car sporty. On top of this, we do have, for instance, an up to 8-inch touchscreen here in the car with the infotainment, and that works really well. And so the whole of the car really provides you with everything you're looking at. For instance, let's talk about the seats. The seats, they really provide a lot of comfort, and they have an optional extra, which are bucket seats. These are the seats we do have in our car, and they really provide you with the amount of support you want when you drive that car a bit more sporty. The door panel and seats are upholstered with Alcantara. The sport leather steering wheel and the gear knob featuring copper-colored contrasting stitching. As known from the Leon Cupra, the inside of the door has the typical carbon fiber look. Our car comes with a so-called black package for the interior, which means everything that is normally chrome now is completely pitch black. And this look works absolutely perfectly with the Cupra Ateca. The first impression of the Cupra Ateca is it doesn't look like a completely different car, but there is something really special with that car. The first thing, of course, is the logo of the brand, which I think is quite prominent here at the front grille. But if that's not enough to see that's a Cupra, you have this sign down here at the lower air intake, which really makes it completely clear, here comes a Cupra. But on the other hand, we do have other things like these glossy black applications, like here the grille with the lower air intakes, with the big air intakes here. But more important is that car comes with special rims, 19-inch, and I think they look really great. And very important, there's an optional feature here at the car, which are the Brembo brakes. They not only look really great, they also do an absolutely great job. And when you look at the whole of the car, I think it looks really sporty, and that even though it is just 10 millimeters lower than the standard Ateca. The Cupra Ateca features nearly the same space at the interior as the standard Ateca does. And so that means that even me as a tall person, I do have plenty of space here at the driver or co-driver seat. And I do find a perfect position. I can put the steering wheel the way I want, so I can really feel myself very comfortable in that car. And even behind me, there is still enough space. And that is the same with the boot size. The Cupra Ateca features 485 liters of boot capacity with the rear seats up. And of course, if you fold them down, that increases to a number far above 1,000 liters. At the rear of the car, you can really see the big difference between that and the standard Ateca. We do have this very nice spoiler up here, and of course we do have the Cupra logo here, but we on top have LED taillights and of course the Cupra signature here. But the most important part is the rear bumper with the integrated diffuser and of course these beautiful four big exhausts. Cupra says the Ateca should take
between 8.5 up to 8.9 liters in average per 100 kilometer driven. And that's not so far away from what we explored during our test drive. We drove the car a bit more sporty, and I think you should think about something between 10 up to 11 liters per 100 kilometer driven. I think that's quite fair, but if you really push the car to the limit, which we did from time to time, and if you really drive it fast and hard, you should expect something above 15 liters. That's really possible. But on the other hand, you then have loads, absolutely loads of fun. The most important bit with the Cupra Artica for me is for sure how it drives. And I have to say, that car really is absolutely pure fun to drive. We have a very precise steering. The Brembo brakes we have on our car, they do a great job. We have no fading at all. And then the suspension is stiff enough to really provide that car with the drive you want. You can choose between different drive modes. I have to say, I always use the Cupra mode, which is the most sportiest one, and that really fits the car perfectly. We do have a four-wheel drive system, the four drive, as standard on board as well. And that then combined with a seven-speed DSG gearbox, 400 Newton meters and 300 horsepower, that really is an absolute pleasure. Of course, the Cupra Artica features different drive modes. There are a comfort mode, sport, an individual mode, and a snow mode as well. But to be really honest, I always drive in the Cupra mode because everything else means less fun. Another, let's say, premium thing of the Cupra Artica is the noise level inside of the car. When you drive the car easy and slow, it is so quiet in the car that it's really pure premium. And of course, if you drive the car more sporty, you get the pure Cupra sound, but still, the car is very well insulated. I think that really is a premium feature. And if you ask me if there's anything I do not like with the Cupra Artica, I have to say, sorry, I can't find any. And now let's have some fun. We use the Cupra mode. So that was my first test drive with the new Cupra Artica, the new sporty compact SUV out of the Seat group. And I really have to say, driving that car here in Spain on these narrow roads with all the turns and curves, it's an absolute pleasure. No, it is pure fun to drive that car here. And I think that car really is something unique, because if you look at other compact cars, which are, let's say, pricey, you will not find any car which has this amount of power, this amount of joy to drive, because the Cupra Artica starts at an entrance price less than 45,000 euros. And even our test car, which features the extra brakes from Brembo, bucket seats and all the other stuff, that car costs you a bit more than 50,000 euros. And if you then compare that with, let's say, premium SUVs, they may offer this amount of power, like the AMG versions of the GLC or something like a Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, but then you have to pay, let's say, from 70,000 euros onwards. So, and this is the reason why I really think that this sporty SUV absolutely just started to create a completely new market.